hebben jullie daar? Een mooi stukje hard scheepshout. Moet dat nou naar de strandvonden gebracht worden? Kom dan meneer. Dacht je dat we hier voor de strandvonden zijn plezier op haar natte voeten staan te halen? Dat hij zijn eigen voetjes maar in zeef steekt als hij hout nodig heeft. Waar komt dat stuk hout nou vandaan? Volgens het merk is het van dat schip dat al een poosje een goede mijl dwars van hier op het Franse bankje zit. Onverbeterlijke jutterszonen. Nog geen lucifer in zee kunnen ze met rust laten. De hemel bewaren het arme schip dat in jullie handen valt. Nee, dat is toch niet zo. We mogen, als alle nieuwe diepers een beetje nieuwsgierig zijn naar wat er op zee drijft. Maar een schip dat hier strandt is wat ons betreft veilig. De lading van het schip zullen we niet aanraken. Ons werk is om het volk van boord te halen. En als het maar even kan, doen we het ook. En hoe was het bij dit schip? Kon het? Ja. Het gebeurde toen mijn vader nog de schipper was. Uit het rapport van Koen Bort, schipper van de motorreddingboot Doris Rijkers, over de stranding van de A7 op 5 december 1940. In de loop van de middag kwam er bericht dat een schip de Zuiderhaaks naderde en daar dreigde te stranden. We maakten onmiddellijk alles klaar voor het vertrek en om 4 uur voeren we met App het Schulpengat uit bij aanschietende zee, windkracht 8, west. Halverwege de Zuiderhaaks werd de zee moeilijk. Bij de zuidpunt troffen we een groot schip aan dat in zinkende toestand verkeerde en met de achtersteven aan de grond zat. We voeren er zo dicht mogelijk naartoe, maar het weer was te slecht om langs zij te komen. Daarom beduidde ik de mensen daar aan boord dat ze moesten springen. We hielden zo kort mogelijk langs en het lukte in betrekkelijk korte tijd om een deel van het volk over te krijgen. De kapitein wilde met de officieren nog aan boord blijven, maar het schip werd met de vloed dwars over de gronden geslagen naar het Franse bankje, waar het bleef zitten en waar we de rest van de bemanning overnamen. Helaas minder zegevierend verliep een reddingspoging in 1824, toen op dezelfde plaats de Vrede strandde, waarbij geredden zowel als redders verdronken. Deze ramp dagtekent het ontstaan van het georganiseerde reddingwezen. 1887, razende bal. Doris Rijkers redt 23 man van de Rhinaun. 1919, Terschellinger gronden. De Brandaris redt 3 man van de Liberty Glow. 1932, Barnreef. De Insulinde redt 14 man van de Nobis. 1938, Scheveningen Haven. De Zeemanshoop redt 9 man van Scheveningen 102. 1948, Vierde Bank voor Egmond. De Neertje Jacoba redt 19 man van de Lotte Schouw. Kijk eens naar dat Zweedse schip daar. Dat stuurt me veel te dicht langs de gronden. Hoezo, kustwachter? Dat schip heeft nog water genoeg voor de boeg? Wel, nee, man. Je zou wel anders praten als je zonder zijn kiel kon kijken. Het is machtig gevaarlijk hoor om zo krap om de haaks te sturen bij een opkomende vloed als het tij het schip hard naar binnen zet. Ook al heb je een reddingboot vlakbij je in de buurt. Maar we zullen eens een praatje gaan maken met die Pieter Bot. Hallo Doris Rijkers, hallo Doris Rijkers. Hier is Kijk Duin. Goedemorgen schipper. Mooi weertje vandaag. Veel te mooi voor ongelukken. Ik zal de mensen die zweet hebben jullie eens vertellen dat hij een beetje naar buiten moet houden. Over. Ik geef hem nou met de lamp het lettersein U. Dat betekent u stuurt een gevaarlijke koers. Daar gaat jullie pruimtebak, jongens. Stuurman, je kan Kijk Duin wel eens een goede reis laten wensen. Met de groeten van de reddingboot.
Hallo kustwacht Kijkduin, hallo kustwacht Kijkduin, hier de reddingboot Doris Rijkers, zegt kustwachter. Als je zo met die zweet aan de praat kunt doen, dan de groeten van ons en wens hem verder een beste reis. Over? Weet hij dat wel? Natuurlijk menen ze dat. Het zijn geen zeerovers die bakers en vuren verzetten om de schepen naar ondiepe plekken te lokken. Nee, zeerovers zijn het niet. Maar weinige geslachten terughielden de voorvaders van deze mensen zich nog hartstochtelijk bezig met de kustroverij. Ze hebben dus wel degelijk de roofdrift in hun bloed. De roofdrift die maakt dat hun geest, fel en waakzaam, als een stormvogel zweeft boven de gronden. Toch waar vroeger hun prooi bestond uit een buit aan goederen, is nu hun jacht gericht op een zo groot mogelijke buit aan mensenlevens. Een jacht waarop ze zich met grondige oefeningen voorbereiden. Gevoeld. Eeuwig en eeuwig woelt in het zand der gronden in grillig spel de rusteloze zee. 8 voet. En waar eens schepen veilige doorvaart vonden, vormden zich banken met haar golven mee. 6 voet. Wijs is de schipper die zich weet te hoeden voor dit gevaar en steeds zijn weg verkent. 5 voet. Opdat hij straks, wanneer de stormen woeden, bij tijds de steven van zijn vaartuig wendt. De zee neemt, de zee geeft. De zee is als een koopman die schachert over de prijs van zijn gunsten. En wee de zwakke. Maar het zijn zeker niet de toxopezen van Oost-Mahorn die bij dit schacherspel aan het kortste eind trekken. Zij hebben het van geslacht op geslacht gespeeld. Zij hebben het gewonnen, ook als de kansen tegen hen waren. Zij kennen hun tegenstander, ook in hun zwakte. En zo profiteren zij van de onderworpenheid van de zee aan eb en vloed om kosteloos hun insulinde te hellingen. Het komt daarbij dikwijls op kleinigheden aan. Die kleppen moeten goed beweegbaar zijn, want ze behoren tot een systeem van buizen en tanks binnen in dit schip, waardoor het in staat is zich weer recht te richten als het in de branding gekapseist mocht zijn. Dan stromen door soortgelijke kleppen aan het dek een aantal tanks vol water die het schip naar één zijde doen overhellen. Hierdoor doet het gewicht van de verzwaarde kiel zich gelden, zodat het schip wordt teruggekanteld in de normale stand. Behalve de insulinde van Oost-Mahorn is ook de Neeltje Jacoba van IJmuiden zo toegerust,